De Zeppelin komt. Het Rotterdams Nieuwsblad plaatste hierover een gedicht van de zanger Koos Speenhoff. Rotterdammers, wat bijzonders. Nooit ter Waalhaven gezien. Ga eens naar de landing kijken van de reuze Zeppelin. Met de welgemikte zorgen door de Aeroclub betracht, wordt het machtige gevaarte ook naar Rotterdam gebracht. Dit is een deel van het gedicht van Koos Speenhoff dat ik aantrof in de Waalhavenverzameling van mijn schoonvader Kees van Dongen. Ook voor het vervolg van zijn commentaar heb ik gebruik gemaakt van zijn nagelaten archief. Men zag een grote toekomst voor de Zeppelin, een enorme gasgevulde en bestuurbare ballon, om met bijna evenveel luxe als een oceaanstomer over grote afstanden snel en comfortabel te reizen. Die geestdrift was al aangewakkerd toen de Zeppelin in 1929 een promotietour maakte over Nederland en, zoals op deze opname te zien is, ook al een rondje over Rotterdam maakte. ''150 stoere mannen moeten aan de ankers staan. Pontoniers, studenten, sportlui bieden hunne spieren aan. Om de kosten wat te dekken heffen we een klein entree. Niets voor niets telt deze dagen zeker meer dan vroeger mee. 100.000 grage kijkers worden zeker wel verwacht en die worden dan met boten naar het vliegveld gebracht. Overal wordt opgerekend, zelfs de spoorweg doet zijn best voor de kijkers uit Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en de rest. Daar is hij dan, 's nachts om 1 uur vertrokken uit Friedrichshaven en nu klaar voor de landing in Twente. Daar komen prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina en enkele ministers aan boord. Om 9:10 stijgt het luchtkasteel op en gaat het via een grote omweg via Bremen en Hamburg over de Afsluitdijk en West-Nederland naar Rotterdam-Waalhaven. Ondertussen stroomt het publiek van alle kanten naar het vliegveld. Er zijn 56.000 kaartjes verkocht, maar de toegangshekjes waren makkelijk te omzeilen. Ze werden zelfs omver gelopen. Om 3:00 is de luchthaven vol. Sommige artikelen spreken van 100.000 tot zelfs 200.000 bezoekers. Onze nationale luchtvaart maakt er eens een luchtfeest van. De fabriek, Aviolanda, zal ons tonen wat ze kan. Vele KLM-machines vullen het programma aan. Kwieke militaire vliegers komen uit hun kamp vandaan. Zoals Koos Speenhoff al aankondigde, werd de gigantische mensenmassa vergast op een luchtvaartshow. Piloot Heintje Schmidt-Krans toonde een imposante serie runnen, klimmen en loopings en een door Aviolanda geassembleerde Curtis Hawk. Drie instructeurs van de Nationale Luchtvaartschool tonen samen fraai escadrillewerk. Ze nemen op de koop toe dat piloot Scholte, die met het postvliegtuig IJsvogel na een 9-daagse reis rechtstreeks uit Indië komt, even een tussenlanding maakt. Kort voor 5:00 klinkt uit de massa: daar is hij! Daar heeft men uren voor moeten wachten. Een aantal vliegtuigen stijgt op om de grote broer te verwelkomen.
Terwijl de Zeppelin zijn ronde over Rotterdam vaart, nemen de 150 mannen van de landingsploeg hun posities in. Ze doen dit gratis. Immers, zo dicht bij een Zeppelin kom je niet gauw. Dan vallen er touwen omlaag, die snel worden gegrepen. De luchtreus zakt verder. De landingsploeg grijpt hem vast aan de daarvoor aanwezige reling. Prins Hendrik vertelt enthousiast over de tocht. Ondertussen zorgt de Rotterdamse brandweer dat de Zeppelin nieuw ballastwater krijgt. En vanuit een vliegtuigje maakt een persfotograaf deze luchtfoto met de Zeppelin en de circa 7000 geparkeerde auto's. Opeens zien de mensen dat de Zeppelin opstijgt. Hé, hij zou toch zeker nog een uur blijven? Commandant Leeman had vernomen dat er een depressie met onweer naderde. Daarom wachtte hij de receptie en de cadeaus niet af en koos weer snel het luchtruim. Twee mensen die op het nippertje nog een kaartje voor de terugreis hadden bemachtigd, blijven verbouwereerd achter. Evenals een uit Friedrichshaven telefonisch doorgegeven bestelling van kreeft, sla en eieren. Voor de bezoekers vliegt hij nog één keer laag langs. Het publiek gaat langzaam naar huis. Hun gedachten misschien bij deze laatste strofe van Koos Speenhoff. Dikwijls staren we naar boven als we diep wanhopig zijn. Nu gaan onze blijde ogen naar de blanke Zeppelijn. En we zeggen onverdroten naar die wonderlijke vlucht, onze toekomst. Nederlanders ligt misschien wel in de lucht.